Het centrum van Aartselaar maakt zich op voor de Memorial Rick van Steenbergen. Nog niet zo lang geleden zag het er naar uit dat editie nummer 22 er misschien niet eens zou komen. Deze editie heeft aan een zijden draadje gehangen? Zeker. Het is de 22e Memorial, maar we hebben in enkele maanden geleden toch serieus wat moeilijkheden gehad om voldoende sponsoring bij elkaar te krijgen om de wedstrijd opnieuw te laten doorgaan. Crisis, sponsors die afhaken en een datum in het najaar. Een periode die in Vlaanderen moet onderdoen voor de wielerhype van het voorjaar. Het zijn genoeg redenen om het organisatie bijzonder moeilijk te maken. Maar nu alles rond is, komen de grote ploegen. En opvallend ook met de grote namen. Greipel, Freire, Kittel en Bos, om er maar een paar te noemen. Hoe komt het dat jullie ondanks die problemen toch zo'n deelnemersveld kunnen bijeenkrijgen? Is dat wat de traditie dan toch? Dat is voor een gedeelte de traditie. Ook de wil van een aantal renners van hier zeker te komen rijden. Alhoewel het dit jaar het wereldkampioenschap in Valkenburg is, is het voor toch een aantal renners een gelegenheid om zich toch een beetje voor te bereiden op het WK. Grote namen als Cipollini, Abdoutchabarov en Bonen sieren de erelijst. Vorig jaar was Kenny van Hummel de beste.